Hoi, ik ben Joy en superleuk dat je er weer bij bent om samen met mij deze workout te doen. Deze keer gaan we aan de slag met onze push-ups. Straks hebben we een workout van 10 minuten waarbij we allemaal verschillende varianten doen van onze push-ups om ervoor te zorgen dat je schouderpartij, je borstpartij en dus je push-ups sterker worden en verbeteren. Het enige wat je nodig hebt is een matje en voor je eerste oefening mag je met beide knieën op de grond komen. We beginnen straks met een press. Gewoon om je schouders even op te warmen. Dus knieën in de grond, onder je schouders, spanning op je buik. En je armen maar vast omhoog. Yes, in 3, 2, 1, press eens omhoog. Kom maar. Heel goed, zorg dat je met je lichaam recht blijft. Dus dat je niet gaat hangen naar achter of naar voor. Spanning op je billen en op je buik. Ellebogen naar 90 graden en dan strek je er weer uit omhoog. Heel goed. Yes, we gaan elke keer 40 seconden werken en dan heb je daarna 20 seconden rust. Yes, kom aan, hou vol. 15 seconden nog. Nu is het lekker relaxed, hè? Hier mogen we van genieten. Hou vol. Yes, in 4, 3, 2, 1 en los. Oké, schud je arm even los en dan gaan we straks door naar de volgende oefening. Kom je in een plankpositie, zie je handen onder je schouders en dan gaan we naar een plank shoulder tap. Dus om en om tik je die schouders aan. Yes? In 3, 2, 1, kom maar shoulder tap. Spanning mooi op je buik. Heel goed, en je mag je eigen tempo kiezen. En we hebben nog flink wat oefeningen voor de boeg. Zorg ervoor jouw energie verdeelt. Vooral ook de kracht in je schouders en je bovenlichaam verdeelt, hè? Heel goed, kom aan. Even snap in die buik, duwen uit je handen. Ook hiervan worden je schouders goed warm. En die push-ups straks. Kom aan, hou vol. Yes. 3, 2, 1 en rust. Oké, handen er even los. Als je het nodig vindt, vingers in elkaar en dan draai je je pols even los. Volgende oefening, kijk naar mij. Knieën in de grond, handen in de grond. Hier vandaan, ellebogen richting de grond. En je duwt uit je handen weer omhoog. Dus goed je hand gewoon in de grond. Yes. Komt-ie aan, kom maar. Ellebogen naar de grond, duw omhoog. Ellebogen naar de grond, duw omhoog. Goed. Zorg dat al dat gewicht echt op je handen staat. Dus zo min mogelijk op je benen. Wil je dus iets meer power, iets een leveltje meer, zet je die knieën wat verder naar achter. Ah, ik ben wel zwaar. Maar hou voor, kom maar. Yes, heel goed. Hang in there. Yes, kom maar. 3, 2, 1. En weer rust, ontspannen. Het even los. Schouders en triceps zijn al lekker volgelopen. Dan gaan we meteen door naar je volgende. Je eerste echte push-up. Dus wat gaan we doen? We hebben straks tenen, handen in de hand. 1 push-up. En dan trek je 2 keer je knieën in als een mountain climber. Yes? Go. Kom maar. 1 push-up. En 1 mountain climber. 1 push-up. En 1 mountain climber. Kom maar. Heel goed. Lukt het straks niet meer op je tenen, mag je toch altijd je knieën neerzetten. En dan breng je hier vandaan ook je knieën gewoon om en om in, hè. Dat kan. Heel goed, hou vol. Yes. Come on, we werken aan die push-ups. Blijf duwen. Ellebogen mooi smal. Bijna rust. 3, 2, 1. En rust. Schud los. Oké, next. We hebben weer een combinatie van 1 push-up en daarna gaan we een pike doen. Dus je hebt 1 push-up en dan duw je die billen omhoog richting een piramide. Yes, en daarna weer een push-up. Oké, ready? 3, 2, 1. Kom maar. Push-up, pike. Duwen. Heel goed, kom maar. Hierna. We hebben weer even een stukje rust. Dus dan gaan we weer terug naar een oefening zonder push-ups. En puur om de kracht in je schouders te vergroten. Come on.
Ook hier, pak de optie op je knieën, als je dat wil, hè. Op je eigen tempo. Vol. Bijna. 3, 2, 1. En ontspan. Oké, schud los. Oeh, lekker hoor. Oké, even geen push-up. Maar wel kracht en spanning in die schouders. Je komt weer op beide knieën. Ellebogen naar 90 graden. Breng ze voor je borst. En weer uit. Yes. Go. Kom maar. In en uit. Heel goed. Deze voel je waarschijnlijk meteen branden. Omdat we net door die push-ups al flink wat kracht en spanning op je schouders hebben gezet. En nu vergroten we hem alleen maar. Hou vol. Yes, come on. Knijp in die billen. Zorg dat je niet gaat hangen. Als het nodig is, schud hem even los. Snel weer door. Heel goed, come on. Hou vol. Bijna pauze. Yes, pauze. Schud los. Voel je je al een beetje achter de hulk? Straks in je plank. Gewoon een nette plank. Hier vandaan duw je jezelf een beetje naar voren. En kom je weer terug. Kleine stukjes naar voren en weer terug. Yes, 3, 2, 1, go. Yes, dus eerst schouders boven je handen. Dan een beetje naar voren. En terug naar boven je handen. Naar voren, terug boven je handen. Yes, die heupen blijven op één lijn, hè. Die gaan ergens heen. Je gaat echt in één mooie rechte lijn. Stukje naar voren, stukje terug. Kom aan, hou spanning op je buik. Heel goed, en als het pijn doet in je schouders, dan klopt het, hè. Nu moeten we trainen. Daarmee worden je push-ups beter. Wordt je kracht groter. Kom aan, hou vol. 3, 2, 1. En pauze. Oké, schud los. Wat gaan we doen? Straks knieën in de grond. We gaan weer een push-up doen vanaf je knieën. Je start handen smal in het midden. 1 naar buiten. Push-up. Terug naar het midden. Andere kant naar buiten. Push-up. Yes, dus we gaan als het ware lopen. Go, kom maar. Naar buiten. Push-up. Naar binnen. Andere kant naar buiten. Push-up. Heel goed. Oké, als je opgelet hebt, merk je dus ook dat nu je handen ietsje breder staan dan de push-up die we net deden. Net gingen je ellebogen naar achter en waren ze smal. Nu gaan je ellebogen naar buiten en zijn ze breed. Dat is fijn, want dan kunnen we eventjes een beetje wat andere spieren aanspannen. Het even uit wat andere spierspanning halen. Come on, hou gewoon vol. Yes, bijna pauze. Heel goed. Oké. Next one. We hebben een push-up en een row. Dus kom straks weer op handen en tenen. Die smalle push-up gaan we weer naartoe. Push-up. En hier vandaan trek je hem in. En trek je hem in. Yes. 3, 2, 1. Komt hij aan. Push-up. En die row. In. En in. Push-up. En die row. Kom aan, knijp in je buik. Borst mooi op, hè. Ellebogen naar achter en smal. Yes, hou vol, hou vol. Stay strong. Lukt het niet, zak je terug naar die knieën. Maar blijf doorgaan. Blijf werken. Ook al gaat het moeilijk. Ah. Ook van werken. Dan gaat het niet helemaal goed. Word je sterker, hè. Come on. Pauze bijna. Yes. Oké, one more. Je laatste. Wat gaan we doen? We gaan ervoor zorgen dat je niet meer kan smokkelen. We hebben de eerste push-up. Op je knieën, dan op je tenen, dan weer terug naar je knieën. Dus we gaan elke keer omwisselen. Yes, ready, set, go. Knieën, tenen. Come on, nu moet je wel, hè. Come on, op die tenen. En dan mag je weer terug naar die knieën. En op die tenen. En op die knieën. Come on, hou vol. Ah, spanning op je buik. Je bent er bijna. Heel goed. Ah, ik hoop dat je
net zo zwaar hebt als ik. Je armen zijn goed leeg. Die schouders zijn vol. Come on. Bijna. Oeh. Schud los. Vingers in elkaar. Draai die pols even los. Heel erg goed gedaan. Armen zijn zwaar. Schouders zijn twee keer zo breed. Like de video. Als je het leuk vond, dan weet ik dat ik meer van dit soort workout video's moet maken. En zie ik je bij de volgende workout. Doei!